Hi. Welkom bij een nieuwe video. Dit is de tweede keer dat ik deze ga filmen, want de eerste keer ging ik hem proberen up te laden en toen zag ik dat hij dus weer verkeerd om had opgeslagen of gefilmd. Voor mij filmt hij gewoon, maar dan zien jullie het verkeerd en ik was daarop gewezen en ik zag het zelf inderdaad ook. Even een slokje drinken. We gaan... Ik krijg net trouwens een heel leuk... Zo'n koffielepel met dan een Winnie de Pooh afdrukje erin. Zie je dat? Promise me you'll always remember. Nou, ik kan niet helemaal lezen. Ik heb geen sterke bril op nu. Ik heb mijn computerbril op. Dit stuurde Dennis een zusje op voor in mijn tas. Omdat die houten lepeltjes die je tegenwoordig krijgt niet lekker zijn en zo. Te schattig. Ik hou van, nou dat weten we wel toch, ik hou van Winnie de Pooh. Ik ben jarig volgende week. Zij ook trouwens. We zijn op dezelfde dag jarig. Ander jaar, maar dezelfde dag. Maar dat geeft niet. Volgende week is dat pas. Dus, maar deze kwam nu alvast binnen. Het is super schattig. Ik maak het net open. Daar word ik super. Ze is echt mega attent. Goed. Ik had de highlighters dus al een keer gedaan. Waarom steeds niet? En ik had er twee weggegooid. Want die waren dus overdaad of erg opgedroogd. Maar die heb ik dus weggegooid al. En uit mijn hoofd, dat was er een van Catrice. Met zo'n pipetje, zeg maar. Het was een vloeibare. En het was er een van... Het was een potje. Van Maybelline. Maar goed, die heb ik dus al weggegooid. En die zak is ook al weg. Dus ik kon ze er ook niet meer uitvissen. Anton! Nee, we gaan niet lopen slopen nu. Nee, helemaal niet slopen. Nee, wacht, dat mag niet. Nee, ja, je bent een super cute. Ja. Nou, ik heb hier een hond wandelen. Oh, die andere ligt op de bank. Nou, we gaan beginnen met Revolution. Dit is de Bubble Balm in Rose Gold. Hij ziet er niet meer zo heel mooi uit. Maar dit is een hele mooie. Deze hou ik. Ik heb dus al een beetje een idee van wat ik ook weer ging houden en wat niet. Maar goed. Een vergelijkbaar iets heb ik van Catrice. Dat is de Limited Edition Pearl Glaze Highlighter Face Glow in de kleur C01 Winter Wonder Pearls. Die ziet er helemaal niet meer mooi uit. Hier. Ja, deze. Ik gebruik dit gewoon niet zo vaak. Maar deze heb ik gewoon gekocht voor de verpakking. Ik heb hier ook het gezichtspalet van. Deze gaat uit mijn stash, zeg maar. Niet meer actief. Maar deze gaat in een make-up memory box. Want die wil ik gewoon houden. En ik hou van parels. Zoals om mijn vinger te zien is. De Colourpop Super Shock Cheek Highlighter in Addicted to You. Nee. Ja, oh, ik heb het dingetje er nog op. Nee. Ik ga hem ook niet zwartje, want hier twijfel ik niet over. Nee. Dan heb ik er twee van XX Revolution. Ik heb Strobe en ik heb Disclosure. Dit is Disclosure. En dit is Strobe. Wacht even hoor, even zo doen. Daarvan hou ik dan Strobe.
En doe ik Disclosure weg, want die is gewoon voor mij te donker. Dus ik hou er één. Oh! En ik doe er één weg. Ik gooi echt alles om. Dit is Revolution Highlighter Reloaded in Just My Type. Kijk eens deze, hoe mooi die is. Ja, die is een van mijn favorieten, dus die blijft sowieso. Dit is de Revolution Pro Luster Highlighter in White Rose. Ja, dit heb ik alleen maar, deze is heel zacht. Het is eigenlijk een beetje een soort putty. Die heb ik alleen maar gekocht voor de embossing. Voor het patroon, zeg maar. Dus deze gaat in de Make-up Memory Box. Twee dingen in de Make-up Memory Box. Ik heb een liquid van Kiko on the Glow. Ja, gebruik gewoon nooit. Is nog wel goed, heb ik gezien. Maar gebruik ik gewoon nooit, dus die gaat weg. Dan heb ik van Kiko ook de Radiant Touch Creamy Stick Highlighter. Heel mooi. Mooie kleur, echt super. Maar ik gebruik geen sticks. Ik weet niet, dat is gewoon niet mijn ding. Daar grijp ik nooit naar, dus die gaat ook weg. Dan heb ik van Winnie de Pooh, over Winnie de Pooh gesproken. Deze drie. Deze kan ik gebruiken. Dit is de lichtste kleur. Dit is Silly Old Bear. Hij is wel goud. Maar die kan ik gebruiken. Dus deze blijft. Deze hele donkere is Mind Over Matter. Je kan wel zien hoe donker die is. Die ga ik proberen als oogschaduw te gebruiken. En deze is echt super goud. Deze gaat in de Make-up Memory Box. Zo. De L'Oreal Iconic Glow. Ja. Weet je wat het is? Het is gewoon poeder. Het glanst verder niet of zo. Ik weet het niet. Dus deze gaat weg. Dan heb ik de Clean ID Mineral Swirl Highlighter van Catrice. Wat ik hier altijd van vind, deze is heel hard geperst. Maar hij is wel heel mooi. Maar hij glanst niet echt. Het is ook meer een poeder. Zou ik dit kunnen gebruiken als een afpoederpoeder? Nee. Ik doe hem weg. Dan heb ik Milani. Dit is Champagne d'Oro, de Baked Highlighter 120. Ja, weet je. Prachtig. Prachtige highlighter. Goeie formule. Echt geweldig. Maar veel te donker voor mij. Veel te donker voor mij. Dus die doe ik ook weg. Dan heb ik de XX Revolution in Haze. Nou, die is uitgedroogd. Dus die gooi ik ook weg. Die gooien we echt weg. Dan heb ik Essence The Highlighter in de kleur Teen Heroic. Ja, is heel subtiel. Maar die bewaar ik wel. En ik heb de highlighter van Essence ook in 03 Staggering. Dat is dan een grotere. Dus ook hele subtiele highlighter. En daar hou ik van. Dat is iets waar ik... mijn absolute favoriet is de Essence Make Me Glow Baked Highlighter. En dit is de kleur 10 It's Glow Time. Dit is mijn absolute favoriet. De kleur, de glow, dit is het helemaal voor mij.
Dan heb ik er een aantal van Catrice. Kom eens hier. Ik heb deze powder highlighter. Maar die is een beetje roze voor mijn gevoel. Ja, glimt ook niet heel erg. Die doe ik weg. Ik hou wel van subtiele glans. Maar er moet wel glans komen, zeg maar. Dit is Catrice Limited Edition Glow in Bloom in Daily Blossom. Ja, die is heel mooi, hè. Deze bewaar ik. Even mijn arm schoonmaken. En ik heb hier ook een doek om het gelijk droog te maken. Dan heb ik de... Dit zijn de More Than Glow highlighters. En dan heb ik de kleur 010 Platinum Glaze en 020 Rose Beam. Dit is Platinum Glaze. En dit is Rose Beam. Ja, die blijven allebei. Prachtig vind ik die. Ja, dan heb ik Chanel. Dit is Rev the Camellia. Ja. Moet ik hem swatchen? Ja, die blijft, want Chanel, ja, kan er niks anders van zeggen, want Chanel. Dan heb ik deze twee, dit is de Glow Lover Oil Infused Highlighter en de High Glow Mineral Highlighting Powder. Er zit een klein kleurverschil in. Dit is de High Glow. En dan is dit de Oil Infused. Ja, en wat vind ik dan? Ik hou ze allebei. Van de week heb ik er één weggedaan, weet ik. Toen ik mijn... van de week nemen op die klatte video. Maar goed. Geeft niet. Dan heb ik een Kiko Glow Fusion in de kleur 01. Ja, die is prachtig, hè. Die blijft. En ik heb van Kruidvat de Lighten Up Diamond Glow Highlighter in 010 Champagne Pelican. Sorry. Ja. Sorry hoor. Wel heel mooi, hè? Hij is wel mooi. Nee. Deze doe ik weg. Ik kan al gewoon niet alles houden. Ik heb er twee van deze. Dat zijn de Baby Got Glow in 010 Sessie in Silk. En de Halo Glow Beauty Wand Highlighter in Champagne. Die blijven allebei. Die staan ook allebei al gereviewd op mijn kanaal. Maar die vind ik allebei fijn, dus die blijven allebei. Dit is de Revolution Rose Quartz. Ja. Dit is van Revolution Pro. Het is een behoorlijk ding, zeg maar. Ik vind het ook een super mooi potje. Met dat melkglas zo, zeg maar. Het heeft een pipetje. Hij is nog goed. Maar ik gebruik dit nooit. Serieus nooit. Dus ik doe hem weg. Dan heb ik... Ja, deze.
Staat nergens meer op wat het is. Welke kleur het is, wat het is. Dit is van Revolution, die ze ooit hebben gemaakt. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Hij is nog nooit open geweest. En ik ben helemaal niet van de schedeltjes. Even trouwens shout-out naar mijn nagels, die nog steeds na een week zitten. Alle 10. Ik heb ze wel wat korter geknipt, trouwens. Make-up memory box. Deze gaat in een make-up memory box. Omdat ik hem heb gekocht, omdat ik hem gewoon cool vond. En ik heb niks met schedels, maar ik vond het potje gewoon... Ja, nou ja, goed, dat dus. Dan heb ik XX Revolution in Crystal Pink. Deze gebruik ik wel veel. Deze zat ook in mijn Shop My Stash deze maand. Kijk. Deze gebruik ik echt wel veel. Ja. Dus deze blijft. En dan heb ik van She Glam de Vanilla Frost Highlighter. Die heb ik nog niet zo vaak gebruikt. Het heeft ook geen nut om zo'n flesje dan ondersteboven te houden, weet je. Dat is echt... Maar hij is heel mooi. Ja. Dus deze blijft ook. En dan heb ik er nog 3 over van Makeup Revolution. Ik maak heel even mijn hand schoon, want dit moeten we even swatchen. Zo, en dan maak ik het ook even droog met mijn handdoekje. Ik heb trouwens van die micellar wipes hier zo om mijn hand schoon te maken. Dit is de Revolution Pro Eternal Rose Highlighter in de kleur White Rose. Dit is toch... Ja... Is toch prachtig. Dan heb ik de Splendor Ultra Glow Highlighter in So Glazed. Dat is met deze bovenkant. Hiervan is de kleur juist weer heel goed. En deze glowt iets minder, iets natuurlijker. En dan heb ik de Revolution Eternal Glow... De Soft Glamour Highlighter. Maar deze heb ik puur gekocht om de verpakking. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat die net even te geel eigenlijk is. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Maar deze zijn wel iets... Deze is wat subtieler. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Dus ik hou ze allemaal. Dit waren de highlighters. Ik hou deze alle 3. Ik weet ook niet waarom, maar ik hou ze alle 3. Oké, dan heb ik er 1, 2, 3, 4. Die gaan naar mijn make-up memory box. Eentje gaat naar mijn oogschaduws. Eentje heb ik weggegooid. En ik declutter er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dat is best prima, toch? Oh, daar ben ik best blij mee. Dat is nog meer dan ik had gedacht. Ik heb hier wat andere spullen, die doe ik er dan tussen, zodat ik boven straks ook weet nog wat. Hoe en wat. Ja, zo. Dit is mijn draag het weer naar boven mandje. Oh ja, mijn micellair wipes mogen erbij. Dit waren de highlighters. Eigenlijk viel het reuze mee. Het is beter gegaan dan ik verwacht had. Ik heb toch weer wat dingen weggedaan. Ik zal even kijken hoe het dan straks in mijn la past. En dan... gaan we de volgende keer denk ik de blushes doen. Als ik er zin in heb. Dat komt gewoon wanneer ik er zin in heb. Bedankt voor het kijken. Fijne dag verder. En tot de volgende keer. Like en subscribe. Doei!